Ik ben nog steeds jullie vriend Willem van Beekhoven, ook wel gekend als Ed Phillips, de helft van Tough Love en Hellsmortal. En vandaag stel ik jullie met zeer veel plezier de nieuwe Pioneer CDE 3000 voor. Spannend! Zo, dit is hem dan, de nieuwe CDE 3000. Enkele dingen die ons al direct opvallen natuurlijk zijn de 8 cues in plaats van de 2 banks van 4 hot cues die we nu hebben. Dus je kan nog directer naar de cue points eigenlijk gaan grijpen. Er wordt gezegd dat die misschien een beetje vervelend zitten omdat die boven je jogwheel zit of zo. Maar ik ben daar totaal niet mee akkoord. Dat is natuurlijk een persoonlijke mening. Ik vind het heel gemakkelijk om de hot cues in de hand te hebben als die boven de jogwheel gaan liggen. Enkele kritieken die al gevolgd zijn van bepaalde reviewers waren. Oké, als ik hier zit te spelen met mijn hot cues en mijn hand valt op mijn jogwheel, dat mijn plaat eigenlijk stilvalt. Ja, er is dan natuurlijk een heel, heel simpele oplossing voor. Zet uw jogwheel gewoon op de CDJ-modus. En dan valt er niet stil natuurlijk. Dan kun je zelfs met enig risico wel je hand laten rusten op de jogwheel. Dus, ik vind het een verbetering. Nog altijd. Het is persoonlijk voor iedereen. Iedereen zal een beetje een andere mening hebben over bepaalde functies van de CDJ zelf. Wat heel belangrijk is om te weten, naast wat we op het eerste zicht zien, dus het grote scherm, de hot cues en de display en het jogwheel, is dat die eigenlijk from the ground up, zoals ze het zo mooi in het Engels zeggen, eigenlijk opnieuw ontworpen is. Dus de processor en de computer die eigenlijk achter de CDE 3000 schuilt, is een heel pak krachtiger dan eender wat we al gezien hebben in eender welke DJ-speler. Met de bedoeling van, natuurlijk, dat heeft enkele voordelen op het eerste zicht, als je nu een plaat inlaat met hot cues, heb je direct de plaat staan. Ik ga het even demonstreren als ik een ander plaatje pak. Voilà, ik moet niet wachten, die staat er eigenlijk al. Vroeger was er misschien wel nog wat wachttijd op bepaalde tracks bij het inladen. Nu, de track van daarnet met de 8 hot cues wil ik nu inladen bijvoorbeeld. En ik zie, hot cues staan er direct. Ik ben gewoon klaar om te gaan. Dus geen wachttijden, dat is al één iets. Ten tweede, die is nu al redelijk feature-packed, de CDE 3000. Er komen natuurlijk nog functies bij in de toekomst. Dat is toch mijn overtuiging, hoe het in elkaar zit. Een van de eerste reacties was natuurlijk ook, er zit geen streaming op de CDE 3000. En dat klopt. Je kan wel via een omweg nu gaan streamen met Tidal en Soundcloud. Dat is als je Rekordbox DJ gaat gebruiken. Want de CDE 3000 ontgrendelt of unlockt eigenlijk de licentie van Rekordbox. Dus vanaf dat deze met USB verbonden is aan je computer, heb je de volledige versie van Rekordbox en kan je eigenlijk gaan streamen ook via de Rekordbox software. Natuurlijk is de eerste kritiek daarop, dan heb je terug een laptop nodig en dan staan we hier weer even ver. En oké, ik kan daarmee akkoord gaan, maar volgens mij komt het er gewoon nog in de toekomst. Ik zal het niet te luid en niet te veel zeggen, maar dat is mijn persoonlijke overtuiging dat dit er nog bij komt. Nog enkele dingen die we misschien op het eerste zicht dan wel zien. Ik zal hier even gewoon in de normale modus gaan. Ten eerste hebben we nu de 3D Waves, die ook in Rekordbox 6 al zaten als analyseoptie. Wat wil dat zeggen? Ja, het is vroeger de blauwe modus, zoals we die nog allemaal kennen voor de waveforms. De gekleurde modus, zoals die ook in Serato en Traktor gebruikt wordt, dat je per kleur eigenlijk een bepaalde toon of frequentie gaat aangeven op de waveform. Nu heb je eigenlijk de 3-band waveforms die je kan gaan gebruiken. En die tonen eigenlijk het volledige frequentiespectrum en wanneer het erin komt. Blauw is bijvoorbeeld de bassen, dus je ziet in mijn intro heb ik geen bas. Maar ga ik bijvoorbeeld naar mijn eerste cue, ja, daar komt de bas erin. En dan heb ik de blauwe waveform en zie ik ook direct dat daar de bas erin komt. Dus qua overzicht is die nog iets makkelijker, is die nog iets verregaander dan het vorige systeem die we op de Nexus 2 hadden. Terug naar het shortcut menu. Er zijn nog enkele features die we direct zien. Zal ik ook eens snel overlopen voor jullie. Dus we kunnen switchen tussen de waveform en de phase meter. Wat wil die zeggen? Als ik mijn andere speler nu bijvoorbeeld als master pak, dan kan ik gewoon de waveform van de andere speler gewoon op mijn display van de ene speler ook zien. Dus je hebt eigenlijk je twee waveforms mooi onder elkaar staan. Zoals een beetje het systeem is met Serato, met Traktor, met Rekordbox DJ en dergelijke. Het systeem van de DJ software. Dat is ook een leuke extra. Hot cue load is nog altijd gebleven. De LCD brightness is nu wel echt handig. Want ik heb de vreselijke gewoonte van als ik een track wil inladen op een CD, zelfs als ik in het
op het donkerste feest ooit sta, van gewoon altijd mijn hand boven mijn display te gaan houden, omdat ik het gewend ben van op zomerfeestjes te draaien en dergelijke. En daar heb je altijd de zon die in je display eigenlijk zit. Nu, met die LCD-brightness kan je die dus nog een pak feller gaan zetten, zodanig dat je altijd alles ziet. Hetzelfde voor de display in het jogwheel, die kan je ook zo fel gaan zetten zoals dat je zelf wilt. Quantized beat values zitten er ook natuurlijk terug op, dus 1 maat, een halve, een vierde en een achtste. Die hebben gewoon betrekking tot als je hot cue zet, hoe dicht dat die bij de grid gaat staan, hoe rap je hot cues naar elkaar kan spelen. Bijvoorbeeld als die nu op een tweede staat, kan ik dit doen. Zet ik die op een vierde. Zet ik die op een achtste. Kan ik nog iets fijner gaan. Dus dat is eigenlijk de resolutie waarin je kan gaan spelen met je quantize. En dan heb je de standaard beat jump value die je hier kan instellen. Nu staat die op 1/16. We hebben nu dedicated beat knoppen. Toegewijde beat knoppen op het toestel zelf staan. Dus je kan gewoon met 1 klik op de knop 16 tellen vooruit gaan springen. Of de ingestelde waarde zoals dat ik het zelf kies. Dus 4, 2, 1, halve, 8. Zoals dat je zelf wilt natuurlijk. En dan hebben we nog 1 functietje die erbij gekomen is. Dus normaal gezien als je een track aan het afspelen bent. Ik zal er even terug uit gaan. Dan zie je uw marker eigenlijk in het midden van uw display staan. Als je zegt van ik wil meer overzicht in mijn plaat en ik wil meer zien wat er komt in mijn waveform, dan kan je nu eigenlijk je waveform gaan centeren, maar naar links toe. Dus dan zie je hier eigenlijk uw cursor staan van het huidige afspeelmoment. En dan heb ik hier wat meer overzicht in hetgeen die komt in de plaat zelf natuurlijk. Goed, nog één knopje die erbij is gekomen, die ook vrij belangrijk is, is de keysync. Wat doet de keysync eigenlijk? Dus de meeste mensen kennen het al, er draaien er ook al veel op key, dus op toonaard. Ik doe het ook al een heel eind. Natuurlijk moet je er ook niet blind op staren als je geen plaat vindt in de key dat je aan het spelen bent. Ja, dan kan je natuurlijk wel gaan evolueren naar een andere key en zoiets speciaals gaan doen. Of een andere soort mix gaan nemen in de plaats. Maar moest het nu zijn dat je echt die key wil gaan aanpassen en wil dat alles op key draait, dat is tegenwoordig mogelijk. Ik neem bijvoorbeeld even de andere speler, ik heb een loop gezeten. Die behoorlijk gekend is, die zal je wel herkennen. En hier kan ik nu mee spelen, dus ik zit in mijn key shift. Dus ik kan die eigenlijk een volledige toonaard omhoog gaan pitchen. Of een volledige toonaard naar beneden. En dan kunnen we die als effect eigenlijk gaan gebruiken. Yes. Dus die kunnen we op die manier gaan gebruiken. Kan natuurlijk ook, als dit je master deck is bijvoorbeeld, kan je keysync gaan aanleggen en dan ga je zien dat je keys eigenlijk gaan verspringen van je twee decks, zodanig dat die wel overeenkomen, dat die ook mooi op elkaar passen in principe. Met één simpele druk op de reset staat je key zoals die origineel stond, dus je kan er ook wel snel terug uit gaan geraken. We zien naast die key shift dat we ook terug een beatloop menu hebben. Die kunnen we eigenlijk op een paar manieren gaan aansturen. Als ik mijn track, ik zal terug naar de eerste track gaan, zodat we het iets beter zien op camera. Voilà. Dus als ik een loop wil gaan nemen, kan ik nu gewoon op een lengte van de loop duwen. Voilà. 2 tellen zit hier nu. 4 tellen kan ik dubbelen of halveren ook. Maar nu hebben we nog 2 knopjes erbij gekomen. Vroeger konden we gewoon met 1 druk op de knop een voorbar loop gaan zetten. Of een voorbeat loop. Nu hebben we eigenlijk 2 knoppen, dus 4 en 8. Dus 8 tellen of 4 tellen kunnen we onze loop van de eerste keer gaan zetten. Dus voilà, 4 tellen. Die kan ik dan ook gaan halveren. Zo, hetzelfde natuurlijk met 8 tellen. Voilà, loop van 8 tellen. En op display kan je het ook doen. Dus je kan het op een aantal manieren eigenlijk gaan doen. Terugkerend op de beat jump. We hebben gezien dat we standaardwaarden voor de beat jump kunnen invoeren. En dan volgt die, deze 2 knoppen volgen die dan gewoon. We kunnen ook naar het menu beat jump gaan. En dan kunnen we eigenlijk kiezen hoeveel tellen of halve tellen dat we in 1 keer gaan verspringen. Dus ook weer met 2 banks, dus maximum 64, minimum een halve tel kan je eigenlijk gaan vooruit of achteruit springen in je track. Ik geef altijd het voorbeeld, het is niet zeer kosher en katholiek, maar als je toch misschien
net iets te veel gedronken hebt in je DJ-set en je bent gemist met hem erin te gooien, dan kan je dat met je B-jump hem nog een beetje gaan aanpassen, dat hij eigenlijk perfect op de positie zit waar je het zelf wil. Goed, dat zijn de oppervlakkige dingen, dat is hetgeen dat we zien. Iets dat we echt voelen, is het nieuwe jogwheel. Het nieuwe jogwheel is, naar mijn mening, immens veel verbeterd. Die was al goed, maar die is nu nog veel smoother, veel zachter van gevoel. Die voelt ook steviger aan. Je merkt ook, het is niet meer een induwring of zo. Het is gewoon een volledige ring die erop ligt. Een volledige plaat eigenlijk op de jogwheel. En die voelt nog een stuk preciezer aan dan dat hij het vroeger deed. De Jogger Dust is ook weer volledig aanpasbaar natuurlijk. En die gaat echt wel van heel hard naar superzacht. Dat is ook iets die volledig nieuw ontwikkeld is op de serie 3000. Waar er ook wel wat werk en vooral wat kostprijs in gekropen is in het toestel zelf. Maar het is een hele verbetering bij het vorige jogwheel. Die ook al goed was, maar deze is gewoon nog beter. Niet meer dan dat. Natuurlijk, ja, Beatsync en zo is er ook allemaal op gebleven. Die is handig in principe als je met een DJS 1000 of zo of met meerdere decks wil gaan draaien, dan kan die wel eens van pas komen. Het ding is ook met de nieuwe processor, met de nieuwe aandrijfkracht eigenlijk van de speler, kunnen we nu eigenlijk 6 spelers aan elkaar gaan linken zonder probleem. Vroeger was het een maximum van 4. Maar de netwerk switch die eigenlijk in het toestel zit, is nu een gigabit switch in plaats van een 100 megabyte switch. Dus die kan veel meer aan en die kan ook in een uitgebreider netwerk gaan komen. In principe. Goed, dan zijn er nog enkele sorteerfuncties die ook weer een stuk vooruit zijn geworden. Wat bij de Nexus 2 introductie van de trackfilters, deze blijven er sowieso nog in zitten. Dus als je zegt van ik wil een track zoeken in mijn playlist, of ik wil alleen maar de tracks zien die zo ver van mijn BPM zitten, die in deze key zitten, dat ik zo'n rating geven heb of zo'n kleur geven heb, dan kunnen die gewoon gaan sorteren door de trackfilter. Maar wat er nu heel handig is, als je naar je browse-menu gaat, dat is een knopje die erbij gekomen is bovenaan, samen met de playlist-knop, dan kun je eigenlijk direct naar al je categorieën gaan van je playlist. Dus we kunnen eigenlijk direct gaan sorteren op artiest, album, track, key, toonart, dus de playlist zelf, direct onze histories, onze geschiedenis, dus onze vorige afspeellijsten dat we al gespeeld hebben. En dan de matching. Functie die er ook bij gekomen is, Recordbox 5, waar je eigenlijk kan zeggen van ah, die plaat past bij die en die en die. Geeft die in als matching platen en dan kunnen die direct op je speler ook gaan zien. Dus dat is al een handige manier voor te sorteren. Maar gaan we naar playlist, dan zitten we eigenlijk direct in onze playlist zelf, waar we al bezig in waren. Dan kunnen we natuurlijk ook onder 2 parameters gaan sorteren. BPM en key. Je ziet ook, het greenlight systeem zit er nog altijd in. Dus al de platen die geanalyseerd zijn door Recordbox en die in het groen komen in mijn playlist, die passen eigenlijk qua toonaard op hetgeen dat ik aan het draaien ben op mijn andere deck. Ook een zeer handige functie. Nog iets die makkelijk en sneller geworden is. Als ik, misschien is dat later op de avond, of dat is mijn zicht gewoon wat achteruit aan het gaan, dan kun je uw lettertypen, dus uw font, eigenlijk gaan vergroten op de speler zelf. Door simpelweg in uw lijst heb je hier een icoontje staan met 3 A'tjes, door eentje groter te zetten, nog kleiner te zetten of gewoon de middenmaat te pakken. Dus voor de minder visuele vrienden, het is ook nog een extraatje die erbij gekomen is. Trackinfo kunnen we nog altijd gaan bekijken van de eerste keer. Moesten we toch vergeten zijn wat we aan het draaien zijn, kan altijd gebeuren. En nog een heel handige die erbij gekomen is, is het nieuwe queue-systeem. Wat houdt dat in? Dus al mijn spelers zijn nu met elkaar verbonden. Via een switch en via die switch is ook mijn menger verbonden met de speler. Dus een systeem die enkel werkt op de DJM V10 en op de DJM 900 Nexus 2. Maar we kunnen dus, als we een track willen inladen en we weten niet precies wat was die track weer, hoe klonk die weer of zo, dan kunnen we eigenlijk zonder die in te laden effectief gaan voorbeluisteren via onze koptelefoon wat die track precies was. Dus ik heb mijn koptelefoon hier nu aangesloten. Ik heb mijn mixer de link cue aangelegd, want die is nodig om het te kunnen horen. En dan zal ik even checken. Ah, ik heb hier die track. Ah, voilà. Ik hoor die direct in mijn headphone. Ah, die track wil ik. Ja, oké, okay, dat is ook nice. Ja, of die misschien. Ja. Dus het is al direct een pre-listen eigenlijk voordat die ingeladen is. Dat is ook nog een sterkte natuurlijk van het nieuwe processorsysteem, dat de processor dat eigenlijk allemaal aan kan. Dat is niet alles, want ben ik bijvoorbeeld de track aan het spelen. En ik ga terug naar onze vrienden van de Prodigy.
En ik wil back-to-back draaien met een vriend, maar ik ken die plaat nu toevallig niet. En ik wil hier de plaat draaien, maar ik wil weten wat er komt in die plaat. Heel simpel, laat gewoon die plaat spelen. Hetzelfde systeem, dus mijn Q-link leggen, mijn Prodigy-link, Q-leggen op mijn hoofdtelefoon. Dan kan ik gewoon op mijn plaat die aan het spelen is doorspoelen, door hem eigenlijk hierop te duwen en dan hoor ik wat er dan komt. Later in de track door mijn koptelefoon. Dus je moet niemand storen, die track kan gewoon blijven doorspelen en jij weet al wat er een minuut, twee minuten, drie minuten later in die track komt, zodanig dat je kan anticiperen en goed inmixen op de plaat die aan het spelen is. Dus dat zijn allemaal kleine dingen, maar zo klein zou ik het niet noemen, want dat is wel een vrij spectaculaire functie, volgens mij. Maar die het zeer gemakkelijk maakt om back-to-back te doen, om nog beter je platen te gaan selecteren en om nog beter platen terug te vinden. Want daar komt alles meer en meer de dag van vandaag op neer. We hebben allemaal zoveel muziek, grote bibliotheken, maar het is natuurlijk nog altijd de bedoeling dat je platen op een makkelijke manier kunt terugvinden in je library. En als dat niet lukt, dat je nog altijd simpel kunt gaan zoeken. Dat is iets dat ik nog niet gezegd heb, maar dat is natuurlijk vrij logisch. We hebben een searchknop, dus we hebben nog een volledige. Ik zit hier nu bijvoorbeeld, zit er al een search functie in. Maar ik kan dus gewoon gaan zoeken op alles wat ik wil. En aangezien ik natuurlijk zelf ook muziek maak, dan is de eerste waar ik aan denk, mezelf. En dan vind je direct de track terug die je zocht op dat moment. Dus allemaal kleine handigheidjes die je draaien zelf, en zeker als het al iets langer mag zijn, sets van een paar uur, toch wel een heel pak gemakkelijker gaan maken voor de DJ. Dan was er nog de grote kritiek, en ik zie het ook heel veel op Facebook passeren, van ja, en het is eigenlijk geen CDA, want er zit geen CD meer in. En dus eigenlijk moest het een XDA heten of whatever. Ja, natuurlijk, de logica is vrij simpel. Het is geen CDA in principe, want er zit geen CD in. Maar nog steeds is het topmodel van Pioneer. Dus hebben ze gewoon besloten om die CDA-naam door te trekken naar het nieuwe topmodel, de CDA3000. Maar het ding is natuurlijk, oké, het speelt geen cd's, maar het is natuurlijk om het duidelijk te maken aan iedereen van kijk, dit is ons topmodel, we gaan van de 2000XS2 houden naar de CD3000, die tegenwoordig gewoon een zeer uitgebreide mediaplayer is en geen cd-speler meer. En godzijdank dat het geen cd-speler niet meer is. Ik bedoel, die tijd is goed aan het passeren en gelukkig maar ook. Goed, dat zijn eigenlijk de voornaamste dingen in de CDA zelf. Ik vind het een toptoestel. We hebben ze uitstaan in de winkel, zoals je ziet. Die staan hier permanent. Wil je ze komen testen? Heb je nog vragen of dergelijke? Stuur gewoon een mailtje naar info@bigoffin.be. Kom gewoon langs in de winkel. Wij staan klaar om je verder te helpen ermee. Ik vind het nog een keer zeer de moeite. Het is een goede upgrade. Het toestel voelt heel goed aan. De functies zitten gewoon heel handig. Je hebt alles handig in handbereik zitten op de speler zelf. Ik vind het een goede vooruitgang en er komt volgens mij nog veel meer bij die zeker de moeite zal zijn in de toekomst. En tenslotte wou ik jullie nog even snel de achterkant van het toestel laten zien, waar er ook een paar kleine aanpassingen aan gebeurd zijn, maar die ook wel handig zijn en die ook wel zeer op tijd komen eigenlijk. Ten eerste is de stroomstekker nu lockable, dus met een blauwe VDE-stekker. Zit hij nu gewoon vast in je speler, je mag eraan trekken al wat je wilt, die komt niet los. Natuurlijk, als je deze afbouwt of na het eind van een feestje, als je de CD's wil gaan wegzetten, duw alsjeblieft eerst op het lipje en trek dan de connector uit zonder problemen. Natuurlijk, als je begint te trekken als een halve lul aan die connector, dan komt het niet goed. Wat we vroeger veel meemaakten natuurlijk met de linkconnectoren, de RE45-connectoren die erop zitten, ze hebben die nu omgedraaid, zodat het een pak duidelijker is als je de kabel uit deze wil trekken, dat je eerst het lipje moet induwen alvorens die eruit kan. Dus dat is ook een verbetering bij het vorige model. En de USB-connector is nu ook een USB 3 dubbele connector die ook nog een stuk steviger in het toestel zelf zit. Dus ook weer een verbetering. Het zijn allemaal de kleine dingen die het hem doen en die de CDA3000 weer een stap vooruit in de DJ-wereld helpen. Ziezo, dit was mijn uitleg en een beetje mijn mening over de CDA3000. Ik ben er persoonlijk alvast al heel enthousiast over. En ik ben ervan overtuigd dat iedereen die de kans krijgt om er eens op te spelen, dezelfde mening zal delen met mij. Alvast bedankt voor het kijken en tot snel. The way we do music today.